Na Napoleon, een beetje in de tweede helft van de 19e eeuw, ontstond er weer een schutterij in Gent met de naam Ons Genoegen. Waarschijnlijk nadat Napoleon en de paus het bestaansrecht van schutterijen en schuttersgilden weer hersteld hadden. Nou, ik kan me ook best voorstellen dat jullie in Gent dachten, het is Onze Genoegen. Niet dat de naam Sint-Sebastiaan te Rooms was, maar gewoon omdat niemand in Gent zich nog kon herinneren dat er ooit een Sint-Sebastiaan schilder was geweest. En toen was er weer een schutterij. Maar deze ging weer in brand op. Alleen een zilveren koningsschild uit 1884-1885 heeft de brand overleefd. In 1921 kwam er weer een nieuw reglement. Voornamelijk voor de schuttersfeesten en werd er gedanst tijdens de kermis hier in Providentia. Het schuttersgilde droeg in die tijd en tot 1963 witte uniformen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten ook veel spullen verloren. Die twee branden waren vreselijk. Hey,